Oké, vandaag een heel korte voorstelling van een nieuwe toevoeging aan mijn materiaal. Ik kreeg nu en dan de opmerking dat mijn beeldmateriaal een klein beetje te veel of te schokkerig was. En dat is dan vooral voor de opname die ik maakte met mijn telefoon, met mijn Nexus telefoon. Dus dan kon het al gebeuren, als je dat in de hand opneemt, dat je eigenlijk heel schokkerige opname krijgt. En de oplossing daarvoor ligt hier en dat is eigenlijk een gimbal. Deze is de van DJI, zie hier de merknaam, en dit is heel specifiek de DJI Osmo Mobile 2. En die is eigenlijk bedoeld voor, je hebt er ook voor camera's, echt zoals deze. En je hebt natuurlijk op mijn X-T2 bijvoorbeeld, heb ik beeldstabilisatie in de lenzen. Op de XH1 heb je ook beeldstabilisatie in de body, de zogenaamde IBIS. In Body Image Stabilization, in de lenzen heet het OIS, Optical Image Stabilization. En die zijn allebei in staat om je beeld te gaan optimaliseren, maar dat zijn eigenlijk maar kleine bewegingen. Dat zijn microscopisch kleine bewegingen, dat is vooral voor als je uit de hand fotografeert, het feit dat je zo'n klein beetje trilt, om dat op te vangen. Maar als je gaat gaan wandelen, ga je echt dergelijke bewegingen gaan maken. En daarvoor zijn die twee stabilisaties in de lens en in de body eigenlijk onvoldoende. Dan heb je echt een extern apparaat nodig dat je camera eigenlijk gaat stilhouden. Je hebt van die apparaten dus voor echte camera's en daar zou binnenkort de DJI Ronin S voor moeten uitkomen. Maar die was aangekondigd voor juni, maar is op dit moment nog altijd niet te koop. Die staat wel al aangekondigd, het staat al als product op de verschillende webshops, maar staat momenteel nog buiten voorraad. Dus je kan wel bestellen, maar je kan nog niet geleverd krijgen. Komt daar eigenlijk op neer. En als we dan gaan kijken wat er in deze zit, dus deze is heel specifiek voor eigenlijk smartphones, dus voor dit type, voor een iPhone, voor Android telefoons en dergelijke meer. Dus die gaat ook een Bluetooth verbinding tot stand brengen met de gimbal zelf, Osmo Mobile. En dat is versie 2. Eigenlijk, je hebt ook nog versie 1 hiervan en die is eigenlijk, qua materiaal is die beter afgewerkt en iets zwaarder ook. En die heeft een vervangbare batterij, terwijl hier een ingebouwde batterij in zit. En deze is ook iets goedkoper afwerkt, maar die kost ook een pak minder. De oorspronkelijke Osmo Mobile kost iets van de 200 en was, denk ik. En deze kost 140 ongeveer, iets in die zin. Dus deze is een pak goedkoper gemaakt, maar werkt nog altijd heel goed. Ik ben nog volop aan het experimenteren wat de mogelijkheden zijn. De eerste video waarin dat ik die gebruikt heb, is eigenlijk de video waarin dat we naar de Geuzentoren op zoek gaan. Die is ondertussen vrijgegeven. Dus daar kun je al een klein beetje zien wat we hiermee kunnen doen. En de alternatieven die er waren, ik denk er is nog een Smooth die eigenlijk vergelijkbaar is met dit, maar die zou minder goed werken. En dan de andere opties zijn allemaal veel duurder. De keer dat de DJI Ronin S uitkomt, zal ik wel kijken om die te bestellen, maar ik zou wel graag deze camera's ook stabiel kunnen opnemen. Maar er komt dus heel binnenkort een kleine bespreking van deze. Zit er wel aan te komen. Maar ik moet eerst en vooral meer ervaring opdoen. Want op dit moment heb ik hem zelf nog niet zoveel gebruikt. En de mogelijkheden zijn echt wel enorm ook. Maar goed, daar dus later meer over. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.